Hoofdstuk 9 De Levensvonk Over Vitalisme en Spontane Generatie door Johan Braakman. Frankenstein, zowel het boek als het personage, reflecteert over meerdere belangrijke onderwerpen. Het gaat over de macht en over het gevaar van wetenschap, over de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van wetenschappers, over onze verhouding naar de anderen toe die ons vaak vreemd overkomen. Over emoties en morele categorieën, zoals eenzaamheid, schuld en boete, over scheppingsdrang, overmoed, liefde, menselijke relaties enzovoort. Maar één thema, waarmee het boek onvermijdelijk en voor altijd is verbonden, betreft natuurlijk het leven zelf, als biologisch fenomeen. In het boek wordt gepraat en gereflecteerd over de vraag wat leven eigenlijk is, hoe het ontstaat, waar het vandaan komt. En wat het verschil is tussen dode materie en een levend organisme. Wat gebeurt er precies wanneer een plant, een dier of een mens doodgaat? Het ene moment schuilt er nog leven in, een volgend moment treedt de dood in. En er is al dan niet een overgangsfase, een schemerzone tussen leven en dood. Wat is precies het verschil tussen leven en dood? En kunnen wij mensen de dood bestrijden? Kunnen we organismen blijvend in leven houden of reanimeren, terughalen uit de dood? De dood in de volle zin van het woord. Deze vragen culmineren in het boek in de creatie van het monster zelf. Dat wordt samengesteld uit menselijke en dierlijke lichaamsdelen. Afkomstig van mensen en dieren die dood zijn en waar normalitair geen leven meer kan worden ingeblazen. Maar Frankenstein slaagt er uiteindelijk in. Na lange en intense studie, zoals hij het zelf aangeeft. van de meest relevante en meest actuele wetenschappelijke inzichten en doorbraken van zijn tijd. om nieuw leven te wekken. Nieuw leven. niet door een kind te verwekken, dat, dat kunnen we reeds zeer lang en het is bij wijze van spreken niet erg moeilijk. Nee, nieuw leven in de zin van het creëren van een schepsel uit eh, dode materie. Een schepsel waarin dankzij de wetenschap leven wordt geblazen, en overigens ook bewustzijn, intelligentie, het vermogen tot communiceren, en een wezen dat gevoelens en emoties kent. Frankenstein verhaalt hoe hij gefascineerd geraakt door de structuur van menselijke en dierlijke skeletten, en zich van daaruit begon af te vragen waar, ik citeer, het levensbeginsel vandaan komt. Hij noemt het een stoutmoedige vraag over een onderwerp dat altijd als een mysterie werd beschouwd, maar de onderzoeker mag zich niet laten afschrikken. Hij mag niet laf zijn in zijn studies, hij moet doen wat nodig is om mysteries op te helden. Hij beschrijft hoe hij zich obsessief ging bezighouden met fysiologie en andere relevante disciplines, die toen op zich nog niet als discipline bestonden. Biologie, fysiologie, anatomie, geneeskunde enzovoort, het liep toen ter tijd allemaal nog in elkaar over. Om het ontstaan en de aard van het leven te kunnen onderzoeken, zegt Frankenstein, moeten we eerst toegang hebben tot de dood. Dat is misschien een merkwaardige stelling van hem, maar ze was niet onbegrijpelijk. Ik kaludeerde er al op. Het lijkt alsof een levend wezen op het moment dat de dood intreedt iets verliest, alsof er iets is wat het lichaam verlaat. En vanuit dat perspectief kan het een goed idee zijn om de dood te bestuderen, ten einde te weten te komen wat het leven eigenlijk is. Als je ontdekt wat het precies is dat een organisme dat sterft kwijtgeraakt, onwaarschijnlijk toch, dan kom je misschien te weten wat het levensbeginsel is, zoals Frankenstein het noemt. Hij beschrijft verder hoe hij, ik citeer, het natuurlijke verval en de ontbinding van het menselijk lichaam onderzoekt, waardoor hij gedwongen werd om dagen en nachten in grafkelders en knekelhuizen door te brengen, ten einde de oorzaak en ontwikkeling van de aftakeling van het verval van dode lichamen te leren kennen. Einde citaat. Het zal u als je de pagina's leest waarover ik het hier heb, niet verwonderen dat Shelley's boek vaak wordt beschreven als de eerste science fiction roman. Maar het boek situeert zich ook in de toen nog jonge, maar al zeer populaire traditie van de Gothic novel. Meestal verwijst men naar een boek van de Engelse schrijver Horace Walpole uit 1764, getiteld The Castle of Otranto. Om de start van de Gothic literature mee aan te duiden. Toch in het Engelse taalgebied. Jean-Paul van Bendigham vertelde u daarover al meer.